Dit is het ondernemerscollege van Baker Tilly Berk. Deze keer, hoe word je een echte kampioen? Hier is meervoudig wereldkampioen schaatsen, Erben Wennemars. Ja. Zo. Ja. Dag allemaal. Ik heb echt iets heel moois voorbereid. Maar ik heb ook een beetje naar al die colleges gekeken. En ik heb eigenlijk alles al gehoord. Dus ik moet nu eigenlijk toch een beetje gaan improviseren. Want ik heb bevlogenheid gehoord. Ik heb inspirerende organisatiestructuur gehoord. Klantbeleving, zinvol werk, ondernemerschap, autonomie. Dat zijn allemaal termen die hoor ik overal. Hè? Maar hoe word je kampioen? Ik zie mensen wel winnen, maar ik zie ze geen kampioen worden. Dat is heel raar. Ik ben een beetje in de war eigenlijk. Want ik zie allemaal dingen gebeuren. Ik zie wel mensen dopingbekentenissen doen. Ik zie allemaal mensen soms ook sporten. En dan zie ik ze op een manier sporten. Dat ze heel kil. En ze winnen wel. Hè, feitelijk winnen ze wel. Maar ik voel er niks bij. En dat vind ik lastig. Want ik heb toch eigenlijk het gevoel dat we gehad. Dat ik eigenlijk wel echt een bepaald gevoel had. Wat ik soms nu gewoon mis. Herken je dat een beetje? Dat ik soms wel gewoon win. Maar ik heb er geen gevoel bij. Weet je, als ik ben een beetje in de war eigenlijk. Ook een beetje over hoe de sportwereld georganiseerd is. We hebben alles heel goed, maar ik mis iets. Ik zag afgelopen weekend Mark van Bommel. Toen voelde ik het wel. Weet je, voelde je het ook bij Mark van Bommel? Die wil om te winnen. Soms hoor ik het jongens wel zeggen, maar ik voel er niks bij. En weet je, als ik in de war ben, dan ga ik altijd een beetje kijken naar waar komt iets vandaan. Weet je, ik hoorde net ook een verhaal over de toekomst. Hè, over de vooruit moet denken, maar ik ben altijd iemand die gaat dan achteruit weer kijken. Weet je, geef een beetje hou vast. En denk altijd bijvoorbeeld aan de Olympische Spelen. Dat is toch wel het groot goed waar het eigenlijk allemaal om gaat, hè? Dat is het hoogste haalbare is in de sport, hè, de Olympische Spelen. Zijn je een beetje fan van de Olympische Spelen? Ja? Ja, toch wel? Ja? Wat vinden jullie? Ja, wie is dan de oprichter van de Olympische Spelen? Een beetje kennisvraag. Pierre de Coubertin. Oké. Wie zei het? Pierre de Coubertin. Heb je nog meer kennis over Pierre de Coubertin? Meedoen is belangrijker dan winnen. Kijk. Dat vind ik helemaal niet. Dat vind je helemaal niet? Maar dat zei Pierre de Coubertin. Dat zei Pierre de Coubertin. Dus, maar die man was toch niet achterlijk, of niet? Die man was toch, dat concept van de Olympische Spelen is toch wel leuk aangeslagen door de jaren heen, hè? Is wel een dingetje geworden. Wat zei die man nou eigenlijk echt? Ik heb er ook nooit tijd voor gehad, hoor. Nooit. Maar nu heb ik tijd, ik ben gestopt, ik ben gepensioneerd. Dus ik ga er toch, en ik voel me, ik ben in de war. Dus ik ging me eens even verdiepen in die Pierre de Coubertin. En die hele Pierre de Coubertin, die heeft helemaal niet gezegd van meedoen is belangrijker dan winnen. Die zei wat heel anders. Die zei: het gaat niet om de winst, maar het gaat erom dat je goed gestreden hebt. Het gaat niet om dat je gewonnen hebt, maar het gaat erom dat je er alles aan gedaan hebt om te winnen. Wat hij eigenlijk zegt, winnen is wel degelijk belangrijk. Maar ook weer niet. Ik ben in de war. Ik ben echt, ik weet het niet meer. En ik ga bij mezelf kijken. En hoe voelt het dan? Waar gaat het dan eigenlijk echt om? En ik vergelijk het tegenwoordig een beetje met een tornado eigenlijk. Weet je, als je een tornado hebt, dan midden in die tornado, dat is winnen. Maar als je echt helemaal middenin staat, dan is wind stil. Er gebeurt er helemaal niks. Maar als je vlak eromheen bent, dan gaat alles kapot. Daar is de actie, daar moet je zijn. Dus het gaat niet om dat je gewonnen hebt, maar het gaat erom dat je daar wel in de kern bent. Gewoon daar waar de actie is. En dan gaat het erom wie ben je, waar sta je voor, waarom doe je het en hoe bedrijf je sport. En dan gaat het om waarde, gaat het om iets anders dan eigenlijk. Winnen is eigenlijk alleen maar het middel. Maar het gaat om het anders. Ik kom uit Dalfsen. Wie weet waar Dalfsen ligt? Ik kom opgezet op een boerengezin. Boerengezin. Wel leuk om even te vertellen. Vijf kinderen. Gewoon niet poetsen, maar lullen. Gewoon, of niet lullen, maar poetsen. Gewoon altijd werken. Altijd. Mijn ouders communiceren eigenlijk ook niet met elkaar. We zijn altijd aan het werk. Altijd druk. En mijn broer heeft de trekkers heen en weer. En dan schreeuwen we een beetje tegen elkaar. En dan altijd maar aan het werk. En, ja, maar er is niks ergens aan. Maar het is wel mooi. Je leeft wel met de seizoenen. Dus in de zomer ben je heel druk. En in de winter heb je meer tijd. En in de winter hebben we ook altijd staan de koeien op stal. En dan staan de koeien op stal. En dat betekent dus dat het land vrij is. En dan is er één stuk weiland naast ons huis. Dat laat mijn vader dan onder water lopen. Pomp erbij, onder water lopen. En ik denk, dat is ons land. Want staat normaal gesproken onze koeien staan daar in de zomer. Dus laat het onder water lopen. En als het dan begint te vriezen, dan rijdt er iedere dag langs. Als kleine jongen. Rijd langs naar school toe. En dan ben ik als eerste die altijd iedere dag even staat te kijken of het ijs het al kan houden. En als het ijs een klein beetje, net dik genoeg is, 2 centimeter, dan sta ik als klein jongetje, sta ik dan midden op die ijsbaan.
ligt bij een park in de buurt. Er zijn allemaal mensen die de hond aan het uitlaten. En die schreeuwen dan van, ga van het ijs af, ga van het ijs af. Dan zeg ik, ja, ik kan het toch niet pakken. Zij kunnen toch niet op het ijs komen. En als het ijs dan dikker wordt, dan wordt het 5 centimeter. Dan ga ik met mijn vader naar de ijsbaan toe. Want mijn vader is namelijk penningmeester van de plaatselijke ijsclub. En ook nog ijsmeester, want hij is namelijk boer. Dus hij moet het ook dan dat land bewerken. Dus dan heeft hij ook verstand van ijs maken. En dan discussieer ik met mijn vader, wanneer gaat de ijsbaan open? Dan onderhandel ik keihard. En dan is het 5 centimeter. En dan zeg ik, hij kan open. En mijn vader zegt 7 centimeter. Nou, bij 6 centimeter gaat hij dan open. En dan ga ik op de ijsbaan. Dan worden er eindeloos rondjes. En mijn moeder verkoopt dan kaartjes bij de entree. En als ik dan heel lang geschaatst heb en ben klaar met schaatsen, dan ga ik de kantine in. Dan is mijn moeder ook klaar met kaartjes verkopen. En dan staat ze achter de bar en dan verkoopt ze chocolademelk. En dan krijg ik een bakje warme chocolademelk van mijn moeder. En dan mag ik als enig jongetje uit de klas, mag ik mijn bakje warme chocolademelk opdrinken in de bestuurskamer van de plaatselijke ijsclub, de ijsclub De Stok Verdinnen. Dat is waar ik vandaan kom. Als het echt begint te vriezen, dan ontdooit de familie Wennemars. Daar heb ik echt een hartstochtelijke, hartgrondige liefde ontwikkeld voor schaatsen. Die passie voor schaatsen. En dat zit zo diep geworteld, dat je daarna, hè, dan droom je ervan, hè, 85, ik was 10 jaar oud, even van Bentum wint de Elfstedentocht. Hij, Geer, wordt wereldkampioen, mijn vader rijdt de Elfstedentocht. En ik droom ervan om later ook zoiets te worden. En ik heb geluk. Ik heb talent, ik kan hard werken, meegekregen van huis. En ik word beter en ik word groter. En ik kom in selecties. En de wereld verandert, de wereld wordt harder en het gaat om winnen. En ik doe alles eraan om te winnen. Bikkelhard, ik stel mijn doelen keihard. Maar als het echt op aankomt, zal ik altijd de juiste keuzes maken. Want uiteindelijk is er iets anders wat mij drijft, die passie voor sport. Het gaat niet om het doel, het winnen, maar het gaat om de bedoeling erachter. De bedoeling moet zo diep geworteld zijn en verankerd zijn. En als die echt verankerd zijn, dan kun je daarna blind doelen stellen. En zul je altijd de juiste koers houden. We hebben tegenwoordig geen tijd meer om eens even stil te staan. Oké, wat is dan die zingeving? We weten het allemaal wel. En jullie hebben allemaal waarschijnlijk ook wel bij Baker Tilly allemaal leuke kernwaarden en missies en visies. Het zal allemaal wel. Allemaal hetzelfde, allemaal goed. Maar wat betekent het dan eigenlijk echt? Wat houdt het eigenlijk echt in? En gaan we dat dan eens echt met elkaar bespreken? En door echt over napraten? Dat je dat echt verankert. En daarna kun je keihard doelen stellen. En dan kun je pas echt gas geven. Daar gaat het volgens mij om. Het gaat niet om het doel, maar het gaat om de bedoeling. En die is niet verankerd. Tegenwoordig gaat het alleen maar op talent en dan word je gewoon geselecteerd en dan blijkbaar ben jij er goed in. Dus je moet gaan schaatsen. Ja, niet, maar het komt niet uit het hart. Want dan wordt het namelijk leuk. Dan pak je daarover namelijk, dat ondernemerschap wat we over hebben, dan pak je dan eigenaarschap. Dan pak je dan, als je echt weet wat je wil en echt weet waar je voor staat, dan ga je anders kijken naar de wereld. Dan pak je op een andere manier ondernemerschap. Dan ga je niet iets doen omdat een ander iets van je vraagt, omdat je toevallig talent hebt, maar omdat je het zelf wil. En dan ga je anders kijken van wat is dan winnen? Winnen betekent dus dat je iets gaat doen wat andere mensen niet gedaan hebben. Een wereldrecord schaatsen is iets doen wat nog nooit gedaan is. Ergens heen gaan waar nog nooit iemand geweest is. Dus dan ga je niet kijken naar wat maakt mij hetzelfde. Dan ga je niet kijken naar de trainer van ook, wat moet je allemaal voor, wat voor training moet je allemaal doen. Dat is prima, dat is allemaal voorwaarden, natuurlijk. Maar daarna ga je kijken naar waarom ik wel en waarom jij niet. Wat zijn mijn unieke talenten waarom ik het wel kan halen? En dan wordt het pas leuk. Dan ga je allemaal leuke dingen doen. En dan ga je anders kijken. Ik heb altijd één trainingje, die doe ik dan. In de jaren dat ik echt heel goed was, woonde ik in Zwolle. Iedere zaterdag ging ik daarheen. En dan deed ik daar één bepaalde training. Wil ik je toch even meenemen. En die training was 4 keer 1 minuut hardlopen. Dan ging ik in mijn eentje heen. Dat was echt een goede schaats. Daar was ik altijd een beetje nerveus van die training. Dan ging ik daarheen, zet ik mijn auto aan de kant, ging ik helemaal alleen, zonder publiek. Dat is voor mij ook wel lastig altijd, want met publiek ben ik altijd beter. En dan ging ik daarheen en dan was de hele training 4 keer 1 minuut hardlopen. Wie van jullie kan er 4 keer 1 minuut hardlopen? Kan wel, hè? Met 10 minuten rust. Oh. Makkelijk, hè? Ja, maar dat komt het, hè? Want dat maakt mij een topsporter. Volle bak tegen de berg op. Ik heb uitgerekend, die berg is makkelijk binnen een minuutje boven. Dus ik heb uitgerekend dat ik dan op een vlakke... Begin ik eigenlijk bij het hek, begin ik dan altijd. Dan heb ik eerst een stukje vlak. En daarna ga ik tegen die berg op. En dan ben ik precies met een minuut ben ik dan boven. En dan word ik echt zenuwachtig. Want dan gaat het om maximaal. En ik kan maximaal. Dat maakt mij namelijk een topsporter. Dan ga ik echt maximaal. Dus ik ren de eerste meter alsof mijn laatste meter. Ik ga volle bak, volle bak. En wat een beetje naar beneden gaat, dan loop je eigenlijk harder dan je eigenlijk kan. Heb je het wel eens gehad van een dijkje aflopen? Dat je zo'n gevoel hebt van ik ben Usain Bolt. Weet je, ik ben Usain Bolt. En ik ren en dan in één keer gaat hij heel snel omhoog. En dan komt hij aan en dan bam, en dan moet je keihard doorrennen boven. En dan ben je bovenop en dan kan ik dus in 1 minuut
kan ik mezelf al zo ver krijgen dat ik hoofdpijn krijg. Knap, hè? In 1 minuut hardlopen. Dat het zuurstof al wegtrekt. Dat ik echt al een beetje echt pijn heb. Echt pijn. En dan loop ik terug naar beneden in die 10 minuten. En dan heb ik 10 minuten tijd nodig om gewoon weer bij het hek te komen. En de volgende keer ren ik weer volle bak omhoog. Net zo hard als de eerste keer. Eerste meter, laatste meter. Volle bak. Tot bovenop. Ik heb nu braakneigingen. Knallende koppijn. En ik zwalk over de weg. Zijn ook in een park is dat, hè. Zodat ook mensen de hond aan het uitlaten. Die denken van, nou, het gaat ook niet zo goed met die Wendemars, hè. Ik loop naar beneden toe en ik heb echt die tijd nodig. Helemaal kapot. Derde keer loop ik net zo hard naar boven als de eerste keer. Eerste stap, laatste stap. Eerste stap, laatste stap. Maximaal. Tot bovenop. Ik ben helemaal kapot. Echt helemaal naar de kloten. En ik loop naar beneden toe. Laatste keer. En de laatste keer geef ik alles wat ik heb. Ik kom bovenaan. Ik stort me daar ter aarde. Ik lig in het natte gras. Een soort van foetushouding in mijn eigen kots. Een beetje te jammeren om mijn moeder. Als jullie mij vragen, heb ik hier nou zin in? Vind ik dit nou leuk? Nee. Ik vind er niks aan. En toch doe ik het. Hier kan je een keertje meenemen. Dit is nou een leuk college, hè? De volgende keer gaan we een activiteitje doen. Gaan we tegen een berg oplopen. En dan weet je, omdat je niet weet, dan zal het waarschijnlijk nog wel een soort van ervaring zijn. Ook dan dat je ook zoiets krijgt, hè? Van, oh, dat is heel raar. Dat ik jezelf zo ver kunt pushen tegen een berg op. Maar als ik je de week later nog een keer meeneem, dan zal er toch zo'n stemmetje in je achterhoofd zitten van, ja, maar ik ben gekke appie niet. Ik ga wel voluit, en dat zijn we tegenwoordig heel vaak. Ik ga wel maximaal, maar niet helemaal maximaal. Dat zijn de crossfitters tegenwoordig, hè. En er zijn allemaal van die sportbillies. We zijn zo lekker goed bezig met z'n allen, weet je wel. We rennen wel heel hard en oh, wat hebben we toch zwaar met z'n allen. Maar wel kapot, wel moe, maar niet het laatste stukje. Ik niet. Iedere week doe ik dat en iedere week ga ik verder. En iedere week weer tot kostens doen. En weet je waarom ik dat kan? Omdat ik weet waarom ik het doe. Ik wil namelijk winnen. Ik wil namelijk echt winnen. En wat wil ik eigenlijk winnen? Wat wil ik eigenlijk winnen? Ik wil wereldkampioen worden. Wereldkampioen 1000 meter. Weet je wat het is, wereldkampioen worden, 1000 meter? Nee? Zal ik vertellen? Vind je het interessant? Ja. Het is toch een beetje een schaarsbaan hier, hè? Het is toch een beetje een schaarsbaan. Dus dat heeft eigenlijk hier aan de ene kant is dan die start. En dan start je. En dan rij je volle bak, 50 meter naar de bocht. En dan ren je als een soort van bezetende naar die bocht. Heb je nog te weinig snelheid om in die bocht te komen. Dus dan ren je keihard door. Je rent keihard door, pam, je rent door. En dan kom je recht eind op en dan kom je op 200 meter en dan begint het. 200 meter op je gat, heb je nog 2 ronden te gaan. En dan denk je, één ronde volle bak. 1 ronde geef ik alles wat ik heb. Alles wat ik heb. Dus ik leg voor mezelf een finish neer op 600 meter. En ik ga voluit en ik voel die middelpuntzoekende kracht. Ik kan 200 kilogram per afzet wegduwen. Ik maak absolute snelheid. Ik kom op de kruising. Ik hou me rustig. Ik ga grote klappen. Ik ga de buitenbocht in. En ik geef machtige klappen. En ik denk, tot de finish. En ik ben helemaal kapot. En ik rij een ronde tijd harder dan ik ooit gedaan heb. Bijzonder. Prachtig. Maar ik weet ook suicide. Kan niet verder. En dan begint het. Dan moet ik nog een ronde. En dan komt het erop aan. Wie ben ik? Hoe graag wil ik? Hoe kan ik tegen die macht, tegen die pijn ingaan? Hoe lijkt het, hè? Hoe kan ik, van de buitenkant ziet het namelijk al makkelijk uit. Van de binnenkant is het heel anders. Van de binnenkant schreeuwt mijn lichaam het uit van de pijn. Maar het ziet er makkelijk uit. Alle kracht gaat nog steeds in het ijs. En dan komt de kruising op, laatste kruising. En ik controleer mijn ademhaling en geef alles wat ik heb. En ik ga die laatste bocht door en dan komt het erop aan. Want ik rijd de laatste bocht niet alleen door, ik rijd hem door. En ik versnel door tot over de finish. En degene wie dat het beste doet, die wordt wereldkampioen. En weet je wat dat zijn? Dat zijn die trainingjes die ik iedere zaterdagochtend in mijn eentje doe. Maar mensen, die voelen dat niet. Mensen zien heel vaak wel gewoon, oké, ik moet dit en dit doen. Maar ze hebben niet het vermogen om erboven te komen. Om even van bovenaf die helikopterview te nemen. Want natuurlijk, het is hartstikke zwaar, het is vervelend. Ik heb er helemaal geen zin in. Maar ik doe het toch, omdat ik weet wat ik wil. Ik weet waar ik voor sta. En als je dat niet hebt, dan wordt het pijnlijk, dan wordt het niks. Begin er niet aan dan. Doe het niet. Dan kun je het ook niet opbrengen. Maar het gaat om die bedoeling, waarom schaats je? Welke doelen horen erbij? Dan kun je blind voor die doelen gaan. En dan zul je uiteindelijk eigenaarschap pakken, verantwoordelijkheid pakken. En dat is hartstikke spannend ook wel, maar dat mag ook wel. Maar als je dat op een goede manier doet, dan kun je veel meer dan je eigenlijk denkt dat je kan. Dankjewel.